Woensdag vindt in Den Haag een protest plaats tegen de moslimban die Donald Trump onlangs invoerde. Twee studenten van de Radboud Universiteit organiseren voor medestudenten gratis busvervoer naar de demonstratie. We gaan naar een demonstratie tegen eigenlijk de ban op moslims die Trump ingevoerd heeft in Amerika. Waardoor er nu dus vanuit 7 landen geen mensen meer naar Amerika kunnen. Ik vind eigenlijk dat studenten... die hebben de toekomst en het is ook belangrijk dat wij laten weten wat we in de toekomst willen. En ik denk dat heel veel mensen van ons, van de studentenpopulatie, dit hier eigenlijk niet mee eens zijn. Maar we moeten ook de straat op gaan, zoals eigenlijk ouderwets, zoals vroeger, om ook echt te laten zien van hè, hier zijn we tegen en we zijn ook bereid om hier wat voor te doen. Het is eigenlijk vooral bedoeld om de mensen die hiermee kampen, die wereldwijd de dupe hiervan zijn, een hart onder de riem te steken vooral. En ook te laten horen dat wij niet aan de zijlijn blijven staan. Het protest is in Den Haag, dus dat is best een eindje vanuit Nijmegen. En om de drempel zo laag mogelijk te houden, hebben we een bus geregeld. Die hier voor de universiteit stopt en mensen hoeven alleen maar in te stappen en uit te stappen en daarna weer terug. De bus vertrekt woensdagmiddag om...